Hallo allemaal, welkom bij college 8 van de cursus Wetenschapsfilosofie voor Psychologen. Bestaan mentale toestanden. En je kan ze niet zien. Je kan ze dus niet op de een of andere manier waarnemen. Ik kan jouw mentale toestanden niet waarnemen. Een wetenschappelijk realist zal zeggen, ja, die bestaan. En een constructivistisch empirist zal zeggen, ja, het zou kunnen dat ze bestaan. Maar misschien bestaat er wat anders. Dit debat tussen de wetenschappelijk realist en de constructivistisch empirist, waar we dit college mee beginnen, gaat normaal gesproken over atomen, moleculen, allerlei dingen in de fysica die je niet kan zien. En we kijken natuurlijk in dit college naar wat dat debat inhoudt voor de psychologie. Daarna kijken we naar het pragmatisme en het naturalisme. Die hebben elk zo hun eigen manier om met de scepticus om te gaan. De pragmatist zegt eigenlijk, ja, de scepticus twijfelt niet echt. En de naturalist zegt, nou, misschien dat we inderdaad geen rechtvaardigingen kunnen geven voor onze opvattingen, voor onze overtuigingen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je scepticus moet worden. Misschien moet je gaan kijken naar hoe we daadwerkelijk kennis verwerven, of hoe we denken kennis te verwerven. En dat brengt ons dan meteen bij de conclusie en de vooruitblik. Want de conclusie is dan, ja, als je gaat nadenken over kennisverwerving, wordt psychologie heel erg belangrijk. En voor de epistemologie, voor de wetenschapsfilosofie. En dat is wat mijn collega Michael in het tweede deel van deze cursus gaat doen. Dus hij gaat eigenlijk dat naturalistisch perspectief verder uitwerken. En dan zal je zien dat hij heel vaak teruggrijpt naar wat we al in de eerste 8 colleges gedaan hebben. Maar ook naar heel veel zaken uit de psychologie. Nou, misschien dat het voor een psycholoog wel een goed idee is om eens na te denken over hoe je kennis kan verwerven over dingen die je niet kan zien, want mentale toestanden van andere mensen, die kan je natuurlijk niet zien. Daar kom je in het moderne debat tussen de wetenschappelijk realist en de constructivistisch empirist. In het eerste deel leg ik eerst uit wat wetenschappelijk realisme is, wat constructivistisch empirisme is, en daarna kijken we naar hoe de wetenschappelijke realisten, die beargumenteren dat je kennis kan hebben van de dingen die je niet kan waarnemen in de wereld, hoe die argumenteren. En daarna kijken we naar de argumenten van de constructivistisch empirist tegen dat wetenschappelijk realisme. En zullen we dus kijken hoe dat wetenschappelijk realisme ervoor staat. Hè? Dat wetenschappelijk realisme zegt dus, mentale toestanden, daar kan je kennis van hebben. En de constructivistisch empirist die zegt, ja, mentale toestanden, dat zijn constructies zoals we dat zagen bij Kuhn en Feyerabend. Laten we eerst kijken naar wat die wetenschappelijk realist zegt. Als je een realist bent, het woord zegt het eigenlijk al, dan geloof je dat iets echt is. Als je realist bent met betrekking tot x, tafels en stoelen, dan zeg je dat tafels en stoelen bestaan. En dan voeren we dus nu het debat in termen van dat je een realist bent of een anti-realist. Dat je zegt van, ik heb een commitment aan mijn claim dat tafels en stoelen bestaan, of ik heb daar geen commitment aan. Er bestaan tafels en stoelen, misschien. En dat wil dus niet zeggen. En dan ben je dus geen diehard realist met betrekking tot tafels en stoelen. Nou, daar gaat het debat natuurlijk niet over. Het gaat over dingen die je niet kan waarnemen. En een wetenschappelijk realist die zal zeggen, oké, we hebben een succesvolle wetenschappelijke theorie. Dan heb je dus het hele verhaal van Lakatos. Je hebt een progressief onderzoeksprogramma. En als dan gezegd wordt dat X bestaat, dat DNA bestaat bijvoorbeeld, hè, dan kun je met je zintuigen niet waarnemen, dan bestaat X. En als je zegt dat zwanen bestaan, dan zeg je, ja, dan ben je een realist met betrekking tot zwanen. Nou, dat debat is natuurlijk niet zo interessant.
Wel als het gaat over DNA, of over atomen, of over mentale toestanden. Hè, de dingen die je niet met je zintuigen kunt waarnemen. Dus daar gaat het over, overtuigingen. Hè, daar zijn we over aan het nadenken. Ja, overtuigingen. Wat bedoelen we daarmee? Kun je die eigenlijk wel waarnemen? Nou, het antwoord is nee. Maar als je het niet kan waarnemen, hoe weet ik dan dat jij overtuigingen hebt? Nou, we hebben net gezien dat het debat is tussen de wetenschappelijk realist en de constructivistische empirist. We hebben die twee posities genoemd. Dus de wetenschappelijk realist is meteen natuurlijk ook een anti-constructivist. Die zegt nee, mentale toestanden, je kan die zien als constructies. Het is door de theorieën geconstrueerde feiten. Nee, maar het zijn echte feiten. Het zijn objectieve feiten. Ze zijn echt. De tegenstander van de wetenschappelijk realist is de empiristisch constructivist. En daar staat empiristisch voor. En dat is belangrijk, want we hebben in een eerder college al het radicale relativisme en het radicale constructivisme verworpen. En we kunnen wel degelijk een verschil maken tussen eenden en konijnen. En het is niet zo dat je zegt, ja, maar met het ene onderzoeksprogramma of met het ene paradigma of met de ene theorie zie je er een eend in en met de andere zie je er een konijn in. Dat hebben we opgegeven voor de dingen die we met de zintuigen kunnen waarnemen. En dan zeg je, ja, jij construeert het als een eend en jij construeert het als een konijn, dat doen we niet meer. Maar, hoe zit het dan met de dingen die je niet kan waarnemen? En dan is de vraag, zijn er niet over dat onwaarneembare deel van de werkelijkheid verschillende theorieën mogelijk die net zo goed zijn? Ze werken net zo goed. Ze zijn dus in die zin net zo progressief als je het in termen van Lakatos formuleert. Ze doen allebei falsifieerbare voorspellingen vanuit hun onderzoeksprogramma. En die gaan natuurlijk over wat je waarneemt in een experiment of in de wereld. En in beide gevallen komen de experimenten, of de voorspellingen komen uit. Ze werken net zo goed. Hoe kan je dan een verschil maken tussen die twee theorieën die zeggen dat de wereld op dat niveau van het onwaarneembare anders in elkaar zit? Dus de constructivist in de moderne versie is een heel stuk gematigder dan dat Kuhn en Feyerabend dat waren. En Bas van Frazen is de grote verdediger van dat constructivistisch empirisme waar we het in dit college over hebben. Waar men het nu over eens is, en dat zit hem in dat empirisme, waar de wetenschappelijk realist en de constructivistisch empiristisch over eens zijn, heb ik net eigenlijk al gezegd, is het domein met het zintuigelijk waarneembare. Daar is men het over eens. Dat wil zeggen, daar kan je kennis van hebben. Ik kan kennis van hebben dat ik hier een kop koffie heb. En dat zal de wetenschappelijk realist zeggen. En de constructivistisch empirist zal dat zeggen. Dus daar doen we niet moeilijk over. Ook domein 4 zijn we het over eens. Als er iets is, wat dan ook, dat kunnen we dus niet kennen, dat principieel onwaarneembaar is, op geen enkele manier, ja, daar kan je dan niks van zeggen. En dus dat je het ook niet met instrumenten kunt waarnemen. Dus dat je ook niet een experiment kan doen waarvan je zegt, als we de wereld zo manipuleren, dan zien we in het experiment dit als resultaat. Ja, als je zulke voorspellingen niet kan doen, ja, dan kan je gewoon dus, ja, we weten niet of dat er zulke dingen zijn, die principieel onwaarneembaar zijn. Maar ja, daar kan je er dus niks over zeggen. Dus 1 en 4, daar zijn we het over eens. Waar zijn ze het over eens? En dan domein 2 en 3, daar gaat het debat over. En er zijn dingen die kan je niet met je zintuigen waarnemen, maar wel met instrumenten waarnemen. Of detecteren moet je misschien praten. Dat is natuurlijk ook een heel discussie over wat hier het goede woord is. Maar je kan iets met instrumenten waarnemen. En instrument kan je hier heel breed opvatten. Dat je ook je theorie nodig hebt, et cetera. En dan heb je natuurlijk een deel van de wereld. Neem een microscoop. Met een microscoop kun je slootwater bekijken. En als je gewoon er naar kijkt, dan zie je helder water. Maar als je het onder de microscoop bekijkt, dan zie je toch nog allemaal kleine, hele kleine plantjes en beestjes. Oké. Daarvan hebben we een deel waargenomen, dat is domein 2. En we hebben een deel niet waargenomen, dat is domein 3. Oké. En daar gaat het nou over. Bestaan die kleine plantjes en beestjes? Want je kan ze toch niet met het blote oog zien?
bestaan mentale toestanden, want die kan je niet waarnemen met je zintuigen. Bestaan atomen, die kan je niet waarnemen met je zintuigen. En het interessante voor psychologen zijn natuurlijk de mentale toestanden. Het is misschien wat tegenintuïtief om te zeggen, mentale toestanden bestaan mogelijk niet, dat het maar constructies zijn en dat je eventueel iets anders kan construeren. En dat houdt dan dus in dat je in de psychologie eigenlijk niet de psyche bestudeert, maar gedrag. En ik hoop dat je ziet dat het ook niet heel gek is. Als je een constructivistische empirist bent, dan sta je dus in de lijn van het logisch positivisme. Dat waren ook empiristen. En die waren, in het begin van vorige eeuw, grote fans van het behaviorisme. Dus daar kom je dan eigenlijk bij uit als je in twijfel trekt of mentale toestanden wel echt bestaan. Hey, ik kan niet zien wat jij denkt of ervaart. Ik kan wel je gedrag bestuderen. Ik kan wel bestuderen wat jij zegt dat je denkt en ervaart. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet een uiting te zijn van dat je daadwerkelijk iets denkt of ervaart. Hey, dat soort dingen hebben we bij bewustzijnsfilosofie ook bekeken. En wat zegt die constructivist? Nou, die zegt, maar het postuleren van mentale toestanden is wel handig. Dus in jouw theorie zeg je, we doen net alsof mentale toestanden bestaan. En vanuit daaruit doen wij voorspellingen over de wereld. En potverdikkie, dat is wel lekker handig. Want als ik psycholoog ben en ik postuleer dat mensen mentale toestanden hebben. En ik ga daarvan uit en ik ga ze dan een therapie aanbieden. Dan verandert hun gedrag bijvoorbeeld. Dus het werkt wel. Ja, bestaan die mentale toestanden dan eigenlijk wel? Ik denk dat het in ieder geval goed is om hier even als psycholoog over na te denken en naar te gaan kijken, want dit is een modern debat. Dat wordt de afgelopen tientallen jaren gevoerd, meestal met betrekking tot natuurkunde en scheikunde. Maar als je dus eigenlijk moet zeggen, ja, het zijn handige postulaten, het zijn constructies, maar ik weet niet of mentale toestanden echt bestaan. Dan bestudeer je dus eigenlijk inderdaad alleen maar gedrag. Dan ben je eigenlijk een soort van behaviorist. Die postuleert dat er iets in de black box zit, maar waarvan je vervolgens zegt, ja, of dat ook echt in zit, dat weet ik niet. Maar het is wel handig. Maar als de wetenschappelijk realist gelijk heeft, dan kan je zeggen, nee, die mentale toestanden in die black box van de behaviorist, die bestaan echt. En daar kan ik echt kennis van hebben. En mensen hebben echt deze overtuigingen en deze verlangens bijvoorbeeld. Dus nou, laten we eerst kijken naar hoe dat die wetenschappelijk realist argumenteert voor die positie. He, dus voor de psychologie handige positie als je mentale toestanden, als je denkt dat mentale toestanden echt bestaan. Oké, wat accepteren dus die wetenschappelijk realisten en hoe argumenteren ze? Nou, in het algemeen, er zijn vele versies van het wetenschappelijk realisme. Daar hebben we ook een aantal van in Explore Human staan. Het gaat nu gewoon even om de bottom line. Een wetenschappelijke theorie die iets over de wereld zegt. die kan ook iets zeggen over onwaarneembare werkelijkheid. Dus de wetenschappelijke theorie vertelt jou iets over de wereld. Die wetenschappelijke realist zegt vervolgens, er zijn goede redenen om aan te nemen dat zo'n wetenschappelijke theorie, die succesvolle voorspellingen doet natuurlijk, bij benadering waar is. En met andere woorden, dat de termen dus refereren. Dus dat het woord pijn verwijst naar een interne mentale toestand. Hè? Dat het refereert aan iets wat echt bestaat. En daarbij is dan ook wetenschappelijke vooruitgang mogelijk, dat je dus meer kan leren over die psyche, over al die mentale toestanden. Dat is grosso modo wat de wetenschappelijke realist accepteert. Ja, die benadering waar-clausule, ik hoop dat je snapt waarom die erin zit. Dat is eigenlijk de erfenis van Popper. Ja, we maken allemaal fouten, wetenschappers maken fouten. Dus als jouw theorie in een progressief onderzoeksprogramma zit, ja, dan komen heel veel van je voorspellingen uit. Want dat is wat een progressief onderzoeksprogramma is. Het zijn falsifieerbare uitspraken. En dat houdt in dat soms een uitspraak gefalsifieerd zal worden. En dan zit er dus iets in je theorie niet goed. Dus je zegt, oké, een succesvolle theorie is eigenlijk een progressief onderzoeksprogramma of onderdeel van een onderzoeksprogramma dat progressief is. Doet voorspellingen die over het algemeen uitkomen. Maar ik ga niet zeggen dat die 100% waar is, want er zit vast wel ergens iets wat in de loop der tijd incorrect zal blijken te zijn. Dus daarom zit dat erin. Wat is nu het belangrijke argument van de wetenschappelijke realist om te zeggen, ik heb goede reden om aan te nemen
dat die dingen die ik niet kan zien en die door de theorie gepostuleerd worden, wel degelijk bestaan. En dat argument is een manier van redeneren, dat is een abductieve manier van redeneren. Dus geen inductie en geen deductie, maar het is abductie. En dat wordt wel inference to the best explanation genoemd. En een hele sterke versie daarvan is inference to the only explanation. Nou, hoe redeneert nou die wetenschappelijke realist? Die zegt, ik heb een progressief onderzoeksprogramma. Daar zit dus een theorie in die succesvolle voorspellingen doet. Hoe kan ik dat nu verklaren? Dus we hebben het over een inference to the best explanation of een only explanation. Het gaat om een verklaring, een redeneren naar een bepaalde verklaring. Wat moet er verklaard worden? Het succes van een bepaalde wetenschap moet verklaard worden. Het succes van de natuurkunde. Het succes van de microbiologie. Het succes van de evolutietheorie die DNA postuleert. Het succes van de psychologie die zegt dat er mentale toestanden zijn. Hoewel ik mentale toestanden helemaal niet kan zien. Goed, dan hebben we het meestal over een inference to the only explanation, de enige verklaring. Laten we eerst kijken naar wat een inference to the best explanation is. Dan kijken we ook naar wat een inference to the only explanation is en hoe die wetenschappelijke realist dat gebruikt in een argument om het succes van de wetenschap te verklaren, om dan maar een realisme te redeneren omtrent dingen die je niet kan waarnemen met je zintuigen. Een inference to the best explanation. Je zegt, er is iets het geval. X. Dan zeg je vervolgens, dat wil ik verklaren. Ik weet niet hoe dat zit. Hoe komt het nou dat X het geval is? Dan zeg je, nou, dan stel je verschillende verklaringen op. Verklaring A, verklaring B, verklaring C, D en E. En dat zijn natuurlijk allemaal verschillende verklaringen. En die verklaren allemaal X. Dus als A het geval is, dan was X te verwachten. Maar ook als B het geval is, is X te verwachten. En ook als C of D of E het geval is, was X te verwachten. Welke is nou de juiste verklaring? Nou, dan wil je redeneren naar de beste verklaring. En dan ga je bijvoorbeeld kijken naar degene die het meest waarschijnlijk is. En dan zeg je, ah, die waarschijnlijkheid is een goedere reden om aan te nemen dat bijvoorbeeld verklaring E de beste verklaring is. En dan zijn die anderen eigenlijk altijd nog wel mogelijk, maar die zijn minder waarschijnlijk. En als je bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid op 100% gaat zeggen, op 1 gaat zetten, ja, dan zeg je dat is dus de enige verklaring. En laten we eens naar een flauw voorbeeldje kijken. Want we gaan heel vaak van inference to the best explanation naar inference to the only explanation. En dat moet ook. Stel dat je een rechter bent die een verdachte voor je hebt staan. Ja, die van een moord. Ja, dan ga je er toch vanuit op een bepaald moment moet je zeggen, ja, en dit is de enige een verklaring namelijk dat deze verdachte de dader is. En alle andere scenario's die zijn heel erg onwaarschijnlijk. En daar zeg je wel, ja, dan is dit dus zo waarschijnlijk dat ik zeg, die heeft het ook echt gedaan. En dus vaak redeneren we van een inference to the best explanation naar een inference to the only explanation. Stel, op het strand in Miami ligt een lijk. Hoe is die persoon daar terecht gekomen? Hoe is die persoon om het leven gekomen? Een detective gaat kijken en ziet op het strand een voetstap in het zand. Dat is natuurlijk ook iets dat verklaard moet worden. Dus laten we daar ons op richten. De voetstap in het zand is X. X is het geval. Hoe komt X hier? Hoe komt die voetstap hier? Nou, een rechercheur kan zeggen, hey, een voetstap, hoe komt die hier? Nou, dan gaat hij verklaringen opstellen. Dat kan. De eerste verklaring is, er liep hier een mens. Dat was een verklaring A. Als A het geval is, was X te verwachten. Als daar een mens had gelopen, dan was die voetstap in het zand daar te verwachten. Oké, dat is onze eerste verklaring. De tweede verklaring is een beetje een gekke verklaring, maar het gaat om het voorbeeld. Er liep hier een koe met rare schoenen. Als de detective dat zegt, ja, die schoenen die hebben de vorm van mensenvoeten. Als daar een koe met van dat soort schoenen had gelopen, ja, dan had je ook die voetstap verwacht. Dat is onze verklaring B. Als B het geval was, dat die juiste verklaring is, als die de feiten beschrijft zoals het is, ja, dan was daar ook die vorm in het zand te verwachten geweest. En nou, we hebben nog een verklaring C. Er liep een alien en die heeft toevallig dezelfde soort voeten als mensen hebben. Oké, dan was dus ook X die voetstap in het zand daar te verwachten. En ja, wat ook nog kan is, ja, het heeft allemaal gewaaid daar aan zee.
En die heeft dat zand wat verplaatst. En door een speling van de zand en de wind is daar die vorm in dat zand ontstaan. Nou, wat is nu de juiste verklaring? Ik denk dat als je een detective zit te kijken, een politieserie zit te kijken, en een detective zegt, ja, maar wacht even, we moeten niet alleen denken dat het een mens zou kunnen zijn, maar ook nog verklaring B, C en D, die zouden toch ook nog kunnen? Ja, in principe wel, als er aliens geland waren en die aliens hebben dan ook nog voeten in de vorm van mensenvoeten en zijn ook nog even zwaar als mensen en die hebben daar gelopen, ja, dan verwacht je dat soort sporen. Dus dan zou dat een verklaring zijn. Maar ik denk dat je de televisie afzet en zegt, ja, wacht even, ik zit hier een detective te kijken en geen science fiction serie. Als het een science fiction serie is, dan weet je al, dan waren het aliens. Maar in het echte leven zal je natuurlijk zeggen, verklaring B, C en D. Ja, in principe zijn die mogelijk, maar die waarschijnlijkheid gaat wel in de richting van 0. En dat er een mens liep, ja, die waarschijnlijkheid gaat in de richting van 1. Dat is bijna 100% zeker dat het een mens is geweest. Dus ja, je accepteert normaal gesproken verklaring 1 als de beste verklaring. En je ziet ook, ja, dat is ook meteen de enige verklaring. En je weet dan natuurlijk niet welke mens het is en of die mens ook de dader is van een moord, of als het een moord is, et cetera. Het gaat nu alleen even om die voetstap. Hoe verklaar je die? Ja, er liep een mens. Dat doe je eigenlijk al automatisch. En je accepteert verklaring 1. En mag dat? He, mag je dat doen? En dan zeg je, ja, dat mag, mits je dus goede reden hebt. En waarschijnlijkheid is hier dus je reden. Het is heel waarschijnlijk dat het een mens liep. Heel onwaarschijnlijk dat het de koe met rare schoenen liep. Ook heel onwaarschijnlijk dat het een alien was. En het is al helemaal onwaarschijnlijk dat water en wind en het zand zo hebben samengewerkt dat daar zo'n voetspoor lijkt te zijn, maar dat dat geen voetspoor is. En je kan ook nog zeggen, God heeft het gedaan, of een spook. Dan zeg je, ja, maar wacht even, dan postuleer je entiteiten die je niet nodig hebt. Je kan het ook gewoon verklaren dat er een mens heeft gelopen. Dus ontologische spaarzaamheid en geen dingen postuleren die je niet nodig hebt, dat kan ook zo'n goede reden zijn. Of aansluiten bij wat we al weten. We hebben nog nooit aliens gezien. Het zou wel heel toevallig zijn dat net vandaag, dat hier een moord gepleegd is en een voetstap in het zand staat, dat de aliens hier geland zijn. Het sluit helemaal niet aan bij wat we weten. Dat soort zaken. Verklarende kracht. Dat je zegt van ja, het verklaart ook daadwerkelijk iets. En een andere verklaring is een soort van pseudo-verklaring. Die heeft geen verklarende kracht. En als je zegt, dat hebben we bij het substantiedualisme en de bewustzijnsfilosofie gezien, cursus gezien bijvoorbeeld. Ja, als je daar gaat nadenken over hoe gaat de interactie tussen lichaam en geest, tussen die twee substanties, en Descartes zegt dan, ja, God zorgt ervoor, dat is geen verklaring. Want dan zeg je, ja, maar hoe dan? Hè? Dus dan heeft het gewoon nul verklarende kracht. En dit zien we dus terug in dat wetenschappelijke realisme debat. Wat is de verklaring dat een wetenschappelijke theorie over het onwaarneembare, mentale toestanden, succesvol is? Dus hey, jij bent een psycholoog, stel dat je klinisch psycholoog wordt, je postuleert allerlei mentale toestanden bij je cliënt. En op basis daarvan doe je natuurlijk een assessment, et cetera. Maar ga je uiteindelijk ook een therapie aanbieden om dat gedrag te veranderen. Nou, dat kan je waarnemen en dat gedrag verandert ten gunste. Die persoon zegt ook, ja, ik voel me een stuk beter, bijvoorbeeld. Dus dan heb je succesvolle voorspellingen gedaan op basis van het postuleren van dingen in die persoon die je helemaal niet kan waarnemen. Wat is nou de verklaring van dat succes? Ja, want het succes bedoelen we mee dat voorspellingen uitkomen. Nou, dan heb je ook weer allerlei verklaringen. Het is eigenlijk allemaal toeval. Eigenlijk zijn er ook geen mentale toestanden, er is wat anders. Hoewel je mentale toestanden postuleert, die er dus niet zijn, komen je voorspellingen toch uit. God zorgt ervoor, de malaise zorgt ervoor, de dingen die je bij de kracht ziet. En verklaring 4 is, ja, de wereld is bij benadering zoals de theorieën zeggen dat de wereld is. Er zijn mentale toestanden en je kan je wel eens vergissen in een bepaalde mentale toestand. Maar over het algemeen zijn de mentale toestanden die je aan iemand toeschrijft, zijn ook de mentale toestanden die persoon heeft. En alleen verklaring 4, zeggen de wetenschappelijke realisten,
levert daadwerkelijk inzicht op waarom wetenschappelijke theorieën succesvol zijn. Bij die andere blijft het een mysterie. Want bij God en de Maleugenie, ja, hoe doet hij dat dan? En die Maleugenie die houdt ons voor de gek. En wij postuleren van alles, atomen, moleculen, mentale toestanden, die bestaan helemaal niet. Maar als we ze postuleren, komen onze voorspellingen uit. En ja, dat, de Maleugenie die houdt ons voor de gek. Of God, die wil ons niet voor de gek houden, die zorgt ervoor dat al onze voorspellingen uitkomen. Of hij had het in ieder geval. Ja, dat verklaart niks, want dan wil je nog weten hoe dat de Maleugenie of hoe God dat doet. En ja, toeval, ja, dat is natuurlijk helemaal geen verklaring. Ik postuleer iets en op basis daarvan voorspel ik iets. Die voorspelling komt uit, want het heeft eigenlijk niks te maken met wat ik gepostuleerd heb. Oké, ja, dat verklaart ook niks. Dus, ook hier ga je weer naar een infrastructure only explanation. En hier hebben we dus het argument voor wetenschappelijk realisme in een notendop van Hilary Putnam, die zegt, I believe realism, scientific realism, is the only philosophy that doesn't make the success of science a miracle. Met andere woorden, wat moeten we verklaren, wat is onze X? Het succes van de wetenschap, dat voorspellingen die falsifieerbaar zijn, ondersteund worden met empirische data, ook als het gaat om theorieën die gaan over de dingen die we niet kunnen waarnemen. En dan gaat het dus over voorspellingen over menselijk gedrag, bijvoorbeeld als we het over de psychologie hebben. En alle verklaringen daarvoor, anders dan er bestaan daadwerkelijk mentale toestanden, dat zijn eigenlijk van die verklaringen, zoals God doet het, het is toeval, en die maakt daardoor het succes van de wetenschap in een mysterie. Want dan zeg je, ja, maar hoe doet God dat dan? Hoe zit dat dan? Je blijft dus eigenlijk, je moet dus op zoek naar wat de verklaring is dat jouw voorspellingen succesvol zijn. Je hebt eigenlijk geen verklaring. Het zijn nepverklaringen. Dus dat is het argument van de wetenschappelijk realist. Een inference to the best explanation, die dan meteen een inference to the only explanation is. En we noemen dat een abductieve manier van redeneren. Goed, nou, laten we even kort naar een paar argumenten tegen het wetenschappelijk realisme kijken en dan die dan ook weer evalueren. En hoe goed kan je eigenlijk een inference to the only explanation verdedigen en valt er wat tegen in te brengen? Het eerste tegenargument komt van de constructivistische empirist Bas van Frazen en die zegt een theorie hoeft alleen maar empirisch adequaat te zijn. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt daarmee dat een theorie eigenlijk een soort instrument is om voorspellingen te doen op het niveau van de wereld dat je met je zintuigen kunt waarnemen. Hij is een empirist. Dus daar gaat het om. Wat kan ik met mijn zintuigen waarnemen? Ik doe voorspellingen over dingen die ik met mijn zintuigen kan waarnemen. Bijvoorbeeld menselijk gedrag. Ja, en ik heb daar een theorie over hoe dat gedrag tot stand komt. Via interne mentale toestanden die ik niet kan zien. Ik heb een theorie over hoe het licht aangaat via kerncentrales waar atomen die ik niet kan zien gesplitst worden en dan iets met moleculen en elektronen en weet ik het allemaal. Vreselijk ingewikkeld. Dat zijn allemaal postulaten, die zie je niet, maar ze werken. Dus eigenlijk is dan een theorie een instrument om voorspellingen te doen op het niveau van het waarneembare. En dat is wat hij met empirisch adequaat bedoelt. Je voorspellingen moeten uitkomen en dat neem je uiteindelijk waar via je zintuigen. En dan hoef je dus niet te committeren aan de waarheid van de theorie als het gaat over die niet waarneembare domeinen, niet met de zintuigen waarneembare domeinen. Dus als natuurkundige hoef je niet te committeren aan atomen en of je die ook echt splitst. En als psycholoog hoef je niet te committeren aan de waarheid van de theorie over mentale toestanden, zolang je voorspellingen maar uitkomen. En dat is het. Dus het is een hele praktische manier om naar theorieën over het onwaarneembare te kijken. Zo kan je daar natuurlijk naar kijken. En je kan zeggen, oké, Bas van Frazen heeft daar wel een punt. Het gaat mij om het gedrag van mensen veranderen. Hey, ik ben dus eigenlijk een soort van behaviorist als ik psycholoog ben. De vraag is alleen, willen wetenschappers niet meer doen dan correct voorspellen? Want dat is wat je dan doet, hè? Je gaat zeggen, als ik
deze persoon die ik voor me heb, die dit en dit soort gedrag vertoont, waarvan ik denk dat er dit en dit aan de hand is met die mentale innerlijke leven, maar dat is alleen maar een postulaat. Dat is heel handig om te gebruiken om een therapie aan te bieden. En dan bieden we die therapie aan en dan zien we dat gedrag veranderen op de manier zoals ze dat willen. Dan kan ik zeggen, ja, dat is mijn doel. Ik wil correct voorspellen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb daarbij een theorie opgesteld of gebruikt waar mentale toestanden in voorkomen. Maar of die nou echt bestaan, ja, daar heb ik geen commitment aan. Het zou kunnen dat ze echt bestaan. Het zou kunnen dat er iets anders is. Dan heb je dus geen inzicht in de oorzaken van het gedrag. Dan zeg je alleen, als ik dit postuleer en ik bied die therapie dan aan, dan verandert het gedrag zoals ik dat wil. Oké. Dan krijg je geen inzicht. En als je dat wil, als je inzicht wil, ja, dan zal je toch goed te zeggen, ja, maar ik snap ook waarom dat gedrag verandert als ik die therapie toepas. Want die mentale toestanden gaan van, hey, je doet iets met de emoties, met bepaalde herinneringen of iets dergelijks. Dat je die afzwakt, waardoor mensen minder last hebben van nare herinneringen. Van dingen die echt gebeurd zijn in het verleden. Ja, dan moet je dus gaan zeggen dat we echt atomen splitsen als je een natuurkundige bent, als je dus inzicht in de wereld wil hebben of dat verlangens echt bestaan en dat dat de oorzaak is van het gedrag van mensen. Hè, dat de verlangens de motieven zijn waarom mensen dingen doen. Hè, de causale effect hebben van het gedrag van die mensen. Een tweede tegenargument van frase is gericht tegen abductief redeneren. Stel nu inderdaad dat je kijkt naar het detective en niet naar de voetstap in het zand, maar naar het lijk dat daar ligt. Hij zegt, deze persoon is vermoord en ik heb hier 4 verdachten. En die breng je voor de rechter en de rechter veroordeelt een van die verdachten. Die zegt, ja, het is het meest waarschijnlijk dat die het gedaan heeft. Die anderen zijn heel onwaarschijnlijk en je hebt allerlei materiaal. Waarop basis waarvan je zegt, nou, dit is de dader. Maar wat als je dat dus doet en de detective heeft een bepaalde hypothese niet opgesteld, namelijk die persoon die het echt gedaan heeft, die is helemaal niet eens in beeld geweest als verdachte. Dan redeneer je. Dan heb je 4 verklaringen. Als persoon A het gedaan heeft, dan zou dat een moord tot gevolg hebben, et cetera. En je redeneert nu naar de beste van de verklaringen. Je zegt, nou, persoon D heeft het gedaan. Maar het was E. En die is helemaal niet in beeld geweest. Je hebt die hypothese niet opgesteld. En dan redeneer je dus naar de beste verklaring van een slechte verzameling, een bad lot, een slechte verzameling van verklaringen. Ja, dat is natuurlijk een risico dat je loopt. Het is een inference to the best of a bad lot. En dat kan natuurlijk altijd gebeuren. En ja, dan zeg je uiteindelijk natuurlijk, ja, maar dat we fouten maken, dat weten we wel. Maar is dat dan ook een reden om te zeggen dat we niet abductief kunnen redeneren? Want dat zou dus inhouden dat je eigenlijk nooit iets kan verklaren. Want hier, als we het hebben over de detective en het moord, ja, dan hebben we het ook over de dingen die je met de zintuigen kunt waarnemen. Dan ga je natuurlijk ook abductief redeneren. Dus dat abductief redeneren, het is eigenlijk een argument tegen abductief redeneren in het algemeen. Ja, en dat is natuurlijk, als jij een verklaring zoekt voor iets, kan het natuurlijk altijd zo zijn dat je de juiste verklaring vergeten bent op te stellen. En dan hoop je dan achter te komen, maar dat is toch niet een argument om te zeggen, het kan altijd anders zijn en dus committeer ik me niet aan deze verklaring. Dat is wel heel erg sceptisch. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, zeker weten doen we niks. En als je die eis van zekerheid stelt, dan ben je eigenlijk een scepticus. Dus als je doet wat de wetenschappelijke realist doet, zeg van, ja, ik heb goede reden om aan te nemen dat hier een mens gelopen heeft en niet een koe met rare schoenen. Of ik heb goede reden om aan te nemen dat atomen bestaan en niet, nou, whatever het dan zou moeten zijn. En ik heb goede reden om aan te nemen dat mentale toestanden bestaan. Ja, dan kun je zeggen, ja, maar je zou toch wel een verkeerde theorie kunnen hebben opgesteld. Ja, in principe. En dat is wat Van Frazen ook doet. Er zijn principeargumenten. In principe kan dat. Maar ja, als je zegt, in principe kan je het fout hebben, dan ben je eigenlijk heel erg sceptisch. En de vraag is dus,
ja, hoe serieus moeten we nu eigenlijk die scepticus nog nemen? Nou, naar die vraag kijken we zo meteen. En wat we hier dus eigenlijk hebben is dat dit is een debat wat een vrij modern debat is, waarin de afgelopen tientallen jaren best wel veel geschreven is in de moderne wetenschapsfilosofie. En dat gaat dus, normaal gesproken gaat dat debat dus over atomen, et cetera, omdat die filosofen daar meestal in gespecialiseerd zijn. Maar het is natuurlijk ook van belang voor de psychologen, omdat als je zo'n constructivistisch empirisme zou verdedigen, dan betekent dat ook een terugkeer eigenlijk naar het behaviorisme. En je ziet, we komen telkens weer uit bij dat probleem van het scepticisme. En de pragmatist heeft een aardige manier om met die scepticus om te gaan. Om te zien hoe de pragmatist met de scepticus omgaat, herhaal ik kort even wat de scepticus zei en wat we ook alweer wilden met onze kennisverwerving. Kennis is een gerechtvaardigde en ware overtuiging. En de scepticus zegt, je kan eigenlijk nooit een rechtvaardiging geven. En dus kan je geen kennis verwerven. Een groot probleem dat we gezien hebben is het inductieprobleem. We doen in de wetenschap allemaal algemene uitspraken. Alle A zijn B, alle raven zijn zwart. Maar hoe weet je dat? Ja, omdat je inductie gepleegd hebt. En dan zeg je, ja, dan weet ik het dus niet zeker. Misschien is er wel ergens een niet-zwarte raaf. Dus voor algemene beweringen kan je eigenlijk nooit zeggen dat je het zeker weet. En het andere probleem is natuurlijk dat je zegt van ja, dat hebben we Popper gezien. Als je zegt, dit hier is een raaf en die is niet zwart, dan maak je nog steeds gebruik van inductie. Omdat je, als je zegt, dit hier is een raaf, zeg je, ja, hoe weet ik dat nou? Ja, dat is een beest en heeft vleugels en een snavel, et cetera. En al die beesten met vleugels en een snavel, et cetera, dat zijn raven. Hoe weet ik nou dat dat zo is, dat al die beesten dat zijn? Ah, daar zit dus weer een algemene wet achter en dan zit er weer inductie achter. Dus je gebruikt eigenlijk altijd inductie. Hoe moeten we dan nu verder gaan? Heeft die scepticus dan gewonnen? En dan is het belangrijk om nou eens even na te denken over waarom we ook alweer kennis wilden verwerven. Op onze universiteit zeggen we willen de samenleving begrijpen, understanding society. Maar we zeggen niet alleen dat, we zeggen ook, we willen de samenleving beter maken. We willen de wereld een beetje een stukje beter maken. Advancing society. En dus, je wil wat meer, je wil wat positief bijdragen aan de samenleving. En je wil wat ellende eruit halen bijvoorbeeld. Als psycholoog wil je mogelijk mensen met psychische problemen helpen. En dan zie je dus dat kennis een doel dient. We willen op basis van kennis handelen in de wereld. En dat is iets wat we bij de pragmatisten zien. Die maken daar een speerpunt van hun filosofie van. En daaruit volgt dan eigenlijk ook meteen een manier om die scepticus aan te pakken. In het boek staat een hele lijst van pragmatisten. In dit college bespreek ik alleen heel kort even de filosofie van Charles Sanders Peirce. Hij grijpt terug op Bain. En Bain die zegt, die denkt na ook over overtuigingen, ze denken na over wat kennis is. En wat is nu een overtuiging volgens Bain? Nou, dat is iets op basis waarvan iemand bereid is te handelen. En van de rest, en de rest van het pragmatisme volgt eigenlijk hieruit wordt. Dus dat sluit heel erg aan bij het idee natuurlijk dat je kennis verwerft, omdat je er iets mee wil doen. Oké. Dus je wil kennis verwerven om er iets mee te doen. En als je een overtuiging hebt, als je dus denkt dat iets waar is, ja, dat wil dus zeggen dat je bereid bent om op basis van die overtuiging ook daadwerkelijk te handelen. Dus ik heb hier koffie. Dat wil zeggen, ik denk dat ik hier een kop koffie heb. En geen vergif, bijvoorbeeld. Dus ik heb heel duidelijk de overtuiging dat er geen vergif in zit. En dan handel ik ernaar. Dan denk ik, oh, er zit koffie in, er zit geen vergif in. Ik drink die koffie gewoon op. Een beetje een flauw voorbeeld, maar ik maak het al duidelijk, denk ik. Nou, een pragmatist koppelt dus kennis, of in ieder geval dat wat ik denk dat kennis is, overtuigingen aan handelen. En
In zo'n handeling zie je ook heel goed wat iemands overtuiging is. In mijn handeling van het nemen van een slok koffie, zien jullie ook, kunnen jullie afleiden dat ik denk dat het inderdaad gewone koffie is. En dat er niks gevaarlijks in zit. En als je kennis op die manier op gaat vatten, dan zie je dat dat dus een wat andere manier is om na te denken over. Dus dan heb je geen rechtvaardiging noodzakelijk, je denkt misschien niet te hebben, maar je gaat wel nadenken over kennis op basis waarvan je handelt, waardoor je dus in zekere zin tegen de scepticus ingaat en daarmee ook tegen anderen die zeggen dat je eigenlijk 100% zeker moet zijn van je overtuiging, dat je een rechtvaardiging moet hebben en dat je er dan pas op kan handelen. En zoals bij Descartes bijvoorbeeld. Peirce die maakt nu een verschil tussen paper doubt, papieren twijfel en living doubt, doorleefde twijfel. En Peirce meent dat Descartes niet echt twijfelt. Echte twijfel is living doubt. En dus Cartesiaanse twijfel is papieren twijfel. En die is, dat is twijfel op papier of van papier. Dus op papier kan ik best eraan twijfelen dat jullie bestaan. Ik kan schrijven, ook in een PowerPoint, ik denk dat de studenten waar ik dit college voor maak eigenlijk helemaal niet bestaan. Ik twijfel daaraan. De studenten die dit filmpje bekijken zijn mogelijk slechts een virtual reality die door een manege niet gecreëerd is. Een deel daarvan. Maar twijfel ik echt aan jullie bestaan? En Peirce zegt nee, en Descartes deed dat ook niet. Descartes twijfelde ook niet echt. Descartes had ook alleen maar paper doubt. En ik denk dat Descartes het met hem eens zou zijn. Hè? Descartes gebruikt de methode van zijn tegenstander, de scepticus. En die zegt, ik ga aan al mijn overtuigingen twijfelen. En als ik er ergens aan kan twijfelen, dan geloof ik het niet langer. Dan zeg ik, het is geen kennis. En wat doet Descartes dan? Die schrijft de meditaties, 6 meditaties voor elke dag 1. En de 7e dag moet je natuurlijk als goede katholiek rusten. En aan het einde van de eerste meditatie heeft hij al die twijfels op een rijtje gezet. En twijfelt hij aan het bestaan van zijn lichaam, aan het bestaan van de wereld, aan het bestaan van andere mensen. Oké, en wat doet hij dan? Dan zegt hij, ja, nou is het einde van de dag. Nou ga ik naar de wc en dan ga ik slapen. En zoiets zegt hij. Hij vervalt weer terug in zijn oude gewoontes. Ja, want hij twijfelt niet echt. Hij handelt op basis wat van zijn overtuigingen zijn. Namelijk dat hij een lichaam heeft. En dat hij nou, naar de wc moet en moet gaan slapen. Dus Descartes twijfelt alleen op papier. En wat is nou het tegenovergestelde? De echte twijfel, de living doubt, de doorleefde twijfel. Dat is een twijfel die irritant voelt, die oncomfortabel voelt. Waarom voelt die oncomfortabel? Omdat je niet weet wat je moet doen. Stel nu dat je iemand waar je heel erg veel van houdt, dat hij een ongeluk heeft gehad en dat hij in het ziekenhuis ligt in wat we in de volksmond een coma noemen. Nou, dat kan van alles zijn. Moet je nog tegen zo iemand praten? Moet je gaan nadenken over orgaandonatie? Komt dat weer goed? Je weet het niet. Dat is heel oncomfortabel. Dat is heel irritant. En wat je dan moet doen is nieuwe kennis verwerven. En je wil je overtuiging vastleggen, hè, op zijn minst. Hè. Je hoopt natuurlijk dat het dan een gerechtvaardigde en ware overtuiging is. Maar we hebben al gezien, dat kunnen we niet altijd krijgen. Maar wel dat je voldoende zeker bent van je overtuiging, dat je er dus op basis daarvan weer kan handelen. En dat je zegt, oh gelukkig, dit komt goed. Ik praat al tegen die persoon. En ja, de artsen zeggen dat het goed komt. En dan wat je dus moet doen, is je overtuiging vastleggen. Fixation of a fixing of beliefs. Dat is wat je moet doen. Hoe doe je dat? Nou, daar zijn verschillende methoden voor. En Peirce argumenteert dat bijna al die methoden, dat daar ook een probleem mee is. Dus dat je die methode allemaal niet moet gebruiken. En dat er maar één goede methode is. Je raadt het natuurlijk al. Dat is de wetenschappelijke methode. We hebben 4 methoden. De methode van tenacity, dat is standvastigheid of volhardendheid. De methode van de autoriteit. De a priori methode en de wetenschappelijke methode. Nou, er is voor elke methode wel iets te zeggen.
Maar voor de eerste drie methodes is het telkens iets tegen in te brengen en dat is bij de vierde niet. Dus dat houdt dan in dat je dus de wetenschappelijke methode moet gebruiken. Nou, laten we even kort die vier methoden allemaal bekijken. De methode van tenacity, van standvastigheid. Ja, wat doe je? Ja, je hebt allerlei overtuigingen. Hoe raak je aan het twijfelen over die overtuigingen? Nou, dat doe je als je in situaties terechtkomt waarin je overtuigingen niet meer de problemen in je omgeving kunnen oplossen. Dus je moet eigenlijk bij problemen wegblijven. Je moet standvastig zijn. Zodat je aan je twijfel, zodat je aan je overtuigingen vast kan houden. Dat je er niet aan gaat twijfelen. Maar ja, hoe vaak gebeurt het niet dat iemand je vertelt, ja, maar wat jij denkt, dat klopt niet. En dat je dan inderdaad moet zeggen, oh ja, dat, inderdaad, wat ik dacht, dat klopt niet. Nee, je studeert nu, je leert van alles over psychologie. Nou, onze folk psychology, onze psychologie van de koude grond, ja, die klopt niet altijd, hè? Dat ben je inmiddels denk ik wel achter. Dus dat houdt in dat je allerlei overtuigingen over psychologie had, over de psyche had, die niet blijken te kloppen. Hoe weet je dat? Of waarom denk je nu dat die niet kloppen? En waarom ben je daaraan gaan twijfelen? Ja, omdat je docenten dat bijvoorbeeld verteld hebben, of omdat je medestudenten dat verteld hebben. Dus er is de social impulse is against it, zegt Peirce. Sociaal gezien is het helemaal niet handig, die methode van tenacity. Je moet eigenlijk als een kluizenaar gaan leven. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Dan is er de methode van de autoriteit. En dan hebben we het natuurlijk niet over de wetenschap, want dat hebben we al gezien, dat is de vierde methode. Dus waar het hier om gaat, is zaken als religie. Of groepen filosofen, zoals de Aristotelianen, die denken dat ze weten hoe het zit. En dus dan zeg je van, ja, hoe zit de wereld in elkaar? Wat moet ik geloven? Nou, we vragen het aan de autoriteit. Maar dan is er altijd wel iemand binnen jouw eigen groep, die allemaal naar de ene priester bijvoorbeeld kijkt. Die zegt, ja, maar in het dorpje hier verderop, in de stad verder of in een land verder, daar hebben ze een andere priester en die vertelt heel wat anders. Waarom zouden we die niet geloven? Dus, ja, dan leef je wel in een groep. Hè, dus dan heb je niet dat je standvastig kunt zijn en dus dan loop je af en toe tegen problemen aan. Nou, hoe los je die dan op? Ja, door naar de autoriteit te verwijzen. Maar dan zeg je, maar hoe weet die autoriteit dat dan? Ja, staat in een boek, zegt de ene priester. En dan zegt de andere priester, zegt, ja, staat in een boek. Maar ze hebben wel een verschillend boek. Welk boek heeft er nou gelijk? Ja, nou, als zo gauw je die vraag gaat stellen, zeg je, ja, dan weet ik het dus ook niet meer. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar ik moet het gewoon zelf inzien. Ik moet zelf in kunnen zien dat het waar is. En dan kan je bijvoorbeeld de a priori methode gaan gebruiken. Ik zie a priori in, en dat is met het gebruik van mijn verstand, zie ik in dat een bepaalde overtuiging waar moet zijn. Nou, dan heb je het over de Cartesiaanse methode van bijvoorbeeld van het helder en duidelijk inzicht. En wat je dus doet, je zoekt zo'n helder en duidelijk inzicht waar je 100% zeker van bent. En dan bouw je daar je kennisnetwerk op, zoals Descartes dat deed. Maar we hebben daar ook een probleem gezien. Hè? Waarom accepteer je de ene bewering wel en de andere niet? Of waarom? Dus Descartes zegt, ik zie helder en duidelijk in dat als ik denk dat ik moet bestaan. Nou, ik denk dat heel veel mensen daarmee eens zullen zijn. Maar het volgende wat Descartes helder en duidelijk inziet, is dat God bestaat en dan dat God goed is. Daarvan hebben we al gezien, ja, heel veel mensen zien dat niet in. Zelfs als je religieus bent, zeg je niet dat je dat met je verstand inziet. He, je hebt misschien een argument dat je voelt dat God er is. Of je zegt, ja, maar het is feit, het is geloof, ik geloof dat. Het heeft niks met mijn ratio te maken in de zin dat ik beredeneerd heb dat die moet bestaan. En dan wordt het dus iets wat een kwestie is dat afhankelijk is van de persoon. Jij gelooft wel dat je helder en duidelijk inziet dat God bestaat. Ik zie helemaal niet helder en duidelijk in dat God bestaat. En dan wordt het iets analogisch aan smaak. Ja, hou ik wel van spruitjes. Ik hou niet van spruitjes. Ja, ja. Maar is dat een manier om je overtuigingen te rechtvaardigen? Ja, op deze manier kom je natuurlijk niet allemaal tot dezelfde overtuigingen. En dat zagen we eigenlijk al bij Descartes. En dan is het de methode van de wetenschap. Die levert kennis op die onafhankelijk is van smaak, die voor iedereen geldt. En we gaan hier uit. Peirce gaat natuurlijk uit van het idee dat
ja, wetenschap en methodes die jouw objectief de feiten licht kennen. En daar zit dus een realistische aanname achter. Ja, want wie twijfelt er nou serieus aan het bestaan van de wereld? Wie heeft er nou doorleefde twijfel als het gaat om de wereld bestaat? Ja, dat heeft niemand. En hoe weten we dat? Ja, dat zien we in de manieren van handelen. Want als jij werkelijk denkt dat de wereld niet bestaat, ja, waarom zou je dan iets doen? Dus, ja, we kunnen natuurlijk allemaal fouten maken, tuurlijk. Maar de wetenschappelijke methode is de beste methode om kennis te verwerven over de wereld die objectief onafhankelijk van ons bestaat. En daar is verder niet zo heel veel mis mee met die methode. Dat is de enige methode die dat op een betrouwbare manier doet. Hoewel daar natuurlijk, hebben we gezien in de hele cursus, dat er problemen mee zijn. In die zin, het is eigenlijk wat je moet zeggen, de minst slechte methode. Het heeft in ieder geval niet die problemen die zo overduidelijk zijn dat je de methode niet moet gebruiken zoals de method of tenacity, de method of authority en die a priori method hebben. En dat leidt dan dus niet tot zekere kennis. Dat heb je inderdaad nooit, maar het maakt wel handelen in de wereld weer mogelijk. Hè? Als je daadwerkelijk een doorleefde twijfel hebt, en hiermee heeft hij dus met de scepticus afgerekend. Hè? De scepticus heeft geen doorleefde twijfel. Die heeft papieren twijfel. Dus met de scepticus hoeven we dus helemaal niet te praten. Als hij zegt, weet je wel zeker dat er een wereld is? Ja, zeker weten doe ik niks, maar hè, ik ben er zeker genoeg van dat ik erin handel. Dus op deze manier kan je handelen in de wereld. Natuurlijk kan er een moment komen dat je een doorleefde twijfel hebt, dat je niet meer weet wat je moet doen. En dan ga je dus proberen om van die irritatie, van die doorleefde twijfel af te komen. Dus kennis is eigenlijk altijd voorlopig, maar dat hebben we natuurlijk eerder ook al gezien bij modernere denkers als Popper en Lakatos. Dus dat is daar wel helemaal in lijn mee. En op deze manier heb je een manier om tegen de scepticus te zeggen, ja, met jou hoef ik niet te praten, want uit jouw gedrag zie ik ook al dat jij niet echt twijfelt. Want jij vraagt aan mij, twijfel je hieraan? En als jij een echte scepticus bent, dan zou je me dat niet vragen, want dan zou je aan mijn bestaan twijfelen. Dus je twijfelt alleen maar aan mijn bestaan op papier. Dat is alleen maar paper doubt. Dus de scepticus, daar hoeven we eigenlijk niet meer mee te praten. In het laatste stukje van dit college kijken we naar naturalisme. En dan zal blijken voor de wetenschap, voor de epistemologie, de psychologie bijzonder relevant is. De grondlegger van het moderne naturalisme, dat is Willard van Orman Quine. Hij is ook een empirist. Daar gaan we in dit college verder niet op in, maar dan kun je hem wel een beetje plaatsen. En waar het nu om gaat is om zijn naturalisme. Laat ik eerst uitleggen wat dat is, heel kort. Het is het idee dat als je nadenkt over mensen, dat ze natuurlijk geëvolueerde wezens zijn. Dat is wat ook het ook een moderne versie van naturalisme maakt. Hè? David Hume, die hebben we eerder ook gezien, is eigenlijk ook een naturalist. Maar die had natuurlijk de evolutietheorie niet tot zijn beschikking. En het idee is dat een ontdekking is van de wetenschap. En dat je daardoor ook dat mee moet nemen in het nadenken over allerlei problemen. En dat maakt problemen eigenlijk allemaal wetenschappelijke problemen. En voor een naturalist is het verschil tussen wetenschap en filosofie niet zo heel groot, omdat alle zinvolle problemen, ook als ze door filosofen geformuleerd zijn, uiteindelijk met de wetenschap opgelost worden. Dus als een wetenschapsfilosofie is naturalisme heel minimaal, want het zegt, ja, als je een probleem hebt, dan moet je dat oplossen met de wetenschappelijke methode. En dat is voor de dood eenvoudige reden dat het de beste methode is die we hebben. Het heeft het beste track record. Als je met koffiedik kijken betere voorspellingen zou doen, succesvollere voorspellingen zou doen, dan zeg je, ja, dan moet je die methode gebruiken. Maar dat is niet, de wetenschappelijke methode is de beste methode. En dat houdt dus ook in dat je filosofische problemen, filosofische vragen, dat je moet proberen op te lossen, te beantwoorden, met behulp van die wetenschap. En ook als je de wetenschap bestudeert, als je dus nadenkt over, hé, wat doet wetenschap eigenlijk? En
hoe genereert wetenschap kennis? Ja, dan moet je dat dus bekijken met de wetenschappelijke methode. En dan moet je die vragen zien te beantwoorden met de wetenschappelijke methode. Dat is wat de naturalist beweert. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als je een probleem hebt, dan los je dat op met de wetenschappelijke methode. En een groot onderdeel van die wetenschappelijke methode is dat de mens een geëvolueerd wezen is en dat dat implicaties heeft voor ja, het cognitieve apparaat, het brein, waarmee we dus problemen oplossen. Ja, Quine, die breekt met van alles en nog wat. Het is een vrij origineel denker. Hij staat natuurlijk wel in de traditie van allerlei filosofen. Hij staat in de traditie van het empirisme. En daarmee ligt hij in het verlengde van het logisch positivisme. Hij heeft daar een heleboel kritiek op, maar hij was ook goed bevriend met Carnap bijvoorbeeld. Wat Carnap probeerde te doen, was te laten zien dat je als empirist uiteindelijk je overtuigingen kon rechtvaardigen. Nou, dat is mislukt. Dat zegt Carnap zelf ook. En Schliek, iemand anders van de logisch positivisten, heeft dat ook geprobeerd, zegt ook dat het mislukt is. En Quine zegt, ja, het is dus niet mogelijk om een soort van fundering te hebben op basis waarvan je dan je bouwwerk opbouwt. He, dat je een rechtvaardiging hebt en dan zeg je, kijk, zie je, sommige zinnen die zijn te herleiden inderdaad tot onze zintuiglijke indrukken en die indrukken corresponderen met de feiten en daarom weten we dat deze zinnen waar zijn. Dat lukt gewoon niet. Want je kan in principe ook nog altijd iets anders bedenken wat er correspondeert met jouw indrukken. Dus het probleem van een empirist hier is, hoe weet je nou dat wat je ervaart, dat het niet de virtual reality zou je bijna zeggen, maar dat het correspondeert met de wereld zoals jij denkt dat die is. En er is daar wel iets, een empirist, iemand als Quine zal wel zeggen, er is wel een wereld, alleen ja, kan je die nou echt kennen? En dat kan je uiteindelijk nooit, zegt Quine. Dus dan gaat hij heel erg in de richting van het scepticisme eigenlijk, maar daar blijft hij uiteindelijk bij weg. Hij zegt wel dat we kennis niet op zo'n manier kunnen rechtvaardigen. Dus hij zegt eigenlijk, van de scepticus kan je het niet winnen. Maar dat is ook, net als bij de pragmatist, is dat geen reden om het scepticisme te omarmen. Hij zegt, we kunnen geen rechtvaardiging geven, maar dat is geen slechte zaak. Want wetenschap is heel succesvol. Hè? Die doet allerlei voorspellingen die uitkomen, falsifieerbare uitspraken die vooruitkomen, die uit een onderzoeksprogramma komen. En als je nu nadenkt over kennisverwerving, over epistemologie, ja, welke wetenschap wordt dan relevant? En dan zegt Quine, ja, dat is de psychologie. En misschien nu, hè, want Quine is toch wel wat decennia geleden, misschien zou hij nu ook zeggen de neurowetenschap, hè, de cognitiewetenschap, de neurowetenschap, de psychologie, al die wetenschappen samen. Maar we focussen nu even op de psychologie. En dat kan je ook zien dat dat de belangrijkste wetenschap is, omdat neurowetenschap nog niet zo ver is dat ze kan doen wat Quine zegt dat de psychologie doet. Why not settle for psychology? Als je epistemoloog bent en je wil weten wat de bron van kennis is, waar kennis vandaan komt, hoe mensen kennis verwerven, wat er fout kan gaan met de kennisverwerving, ja, dan moet je dat ook aan de wetenschapper vragen die daarover gaat. En Quine zegt, ja, dat is de psycholoog. En nou wordt het wel belangrijk dat je hier iets in ziet, want Quine heeft dus niet meer het project om kennis te rechtvaardigen. Hij zegt, knowledge is a justified and true belief, dat is misschien wel een goede definitie, alleen die justification, die kunnen we eigenlijk niet krijgen. Dat hebben we nu al gezien, dat allerlei mensen hebben geprobeerd die scepticus te weerleggen. En dat lukt niet, die rechtvaardiging kan je niet geven. Nou, dan heb je de manier van de pragmatist om te reageren, maar je hebt hier dus ook een andere manier om te reageren. En dat is te zeggen, ik zoek niet langer meer naar een rechtvaardiging, maar ik kijk naar hoe dat we kennis verwerven en wat er bijvoorbeeld fout kan gaan. En dan ben je dus niet meer bezig met die rechtvaardiging. En dan vervalt een bepaald kritiekpunt op dat naturalisme wat je nog steeds wel eens hoort. Quine die geeft eigenlijk meteen aan, als hij dat naturalisme gaat verdedigen, dan zegt hij,
Het volgende. Such a surrender of the epistemological burden to psychology is a move that was disallowed in earlier times as circular reasoning. En waarom is dat zo? Waarom krijg je als naturalist het verwijt, je redeneert circulair? Want je hebt allerlei uitspraken in de psychologie, hè, dat is de reden. Je hebt allerlei uitspraken in de psychologie bijvoorbeeld, hè, allerlei kennisuitspraken. En dan zeg je, ja, maar weten we dat wel zeker? Wat is onze rechtvaardiging? Kan je rechtvaardiging geven? En dan kan je natuurlijk niet naar de psychologie gaan kijken. Want als je dat doet, dan ga je de psychologie, de uitspraken van de psychologie, rechtvaardigen. Ja, met de psychologie. Ja, dat is circulair redeneren. Maar dat is dus niet waar Quine nog mee bezig is. En dus hij zegt, ja, if the epistemological goal is the validation of the grounds of empirical science, he defeats his purpose by using psychology or any other empirical science in its validation. Ja, als je probeert wetenschap te rechtvaardigen met de wetenschap, ja, ja, dat gaat niet lukken. However, such scruples against circularity have little point once we have stopped dreaming of deducing science from observation. In dit geval gaat het dus over empirisme. En hoe wil de logisch positivisten, die een laatste goede poging gedaan hebben, kennis rechtvaardigen via de observatie? En Quine zegt, ja, als je dat niet langer meer probeert, als je niet langer meer probeert een rechtvaardiging te vinden, bijvoorbeeld via observatie, dan vervalt dit tegenargument tegen het naturalisme van circulariteit, van circulair redeneren. Dus het doel is veranderd. We zijn niet langer kennis op zekere gronden aan het rechtvaardigen. Wat we nu willen doen is kijken, gegeven dat mensen fouten maken, gegeven dat we nooit iets zeker weten, hoe doen we kennis op? Of hoe verwerven we overtuigingen waarvan we denken dat ze waar zijn? Misschien is dat een betere formulering. Dus dat is wat we nu willen weten. En dat heet genaturaliseerde epistemologie. Replacing traditional epistemology with a psychological study of how we reason. Dus, dat houdt dus in dat epistemologie, wat traditioneel bij de filosofie hoort, ja, dat komt bij de psychologie terecht. Eigenlijk zouden psychologen, de filosofen, epistemologie moeten geven. En de economen, en de juristen, en de personeelswetenschappers, en op andere universiteiten natuurlijk alle andere faculteiten en departementen, daar zouden de psychologen kennisleer moeten geven. En dan zie je nu ook, ja, oké, als je zegt dat epistemologie iets is van de filosofie, maar om epistemologische vragen op te lossen heb je de psychologie nodig, ja, dan verdwijnt eigenlijk dat verschil tussen filosofie en psychologie. Tussen filosofie en wetenschap. Dus dat is wat de naturalist dus beweert, dat je dat moet doen. En laten we eens een stapje terugnemen, hè, want als Quine het hierover heeft en moderne naturalisten, die zullen dus allemaal de evolutietheorie erbij halen. Die zullen allemaal zeggen, ja, we zijn geëvolueerd, dat heeft breinen opgeleverd die het in een natuurlijke omgeving heel erg goed doen als het gaat om problemen oplossen. Je bent meteen bang voor roofdieren. Nou, dat is hartstikke handig, want dan ga je niet naar die roofdieren toe en dan blijf je daarbij weg. Maar dat snelle redeneren, dat meteen conclusies trekken. En van, je kan bang zijn van een leeuw, maar die leeuw ligt daar misschien een beetje op de savanne lekker in de zon te liggen. Hij heeft helemaal geen honger meer en gaat echt niet achter jou aan als die geen honger heeft. Maar ja, het risico kun je maar beter niet nemen. Zo'n snelle manier van redeneren, waardoor je misschien dus tot een verkeerde conclusie, maar wel een veilige conclusie in dit geval komt. Die snelle manieren van redeneren, die evolutionair heel handig zijn, zijn misschien in een sociale, culturele, complexe situatie niet zo handig. En dat brengt ons eigenlijk bij Bacon en Hume, die al hadden laten zien dat het menselijk denken toch wel echt wel feilbaar is. Hume die zegt, ja, we denken na over causaliteit, maar dat doen we eigenlijk altijd via inductie. En causaal redeneren is inductief redeneren, is een vorm van inductief redeneren. En ja, dan maak je fouten. Je weet nooit zeker of dat wat je dan zegt klopt. En dus zekerheid heb je niet. Ja, en dat houdt dus in dat
je ongetwijfeld inductieve conclusies bereikt hebt die incorrect zijn. En misschien heb je inductieve conclusies bereikt die correct zijn, maar dat kun je niet weten. Maar er zitten ongetwijfeld ook incorrecte overtuigingen bij. En Bacon had al laten zien, vorig jaar, dat er allerlei typische menselijke epistemologische vooroordelen zijn, idolen, die we nu dus eigenlijk biases noemen. En dat zijn dus hele snelle manieren van redeneren, hele handige manieren van redeneren, want heel vaak klopt het, maar heel vaak, of in andere situaties, in bepaalde contexten heb je eigenlijk bijna altijd de juiste conclusie, of de veilige conclusie, bang zijn voor roofdieren, maar in een wat meer complexe context gaat het fout. Denk maar aan statistiek. Statistisch redeneren. Ja, als je dat in moet schatten, dat kan je best. Je kan best een statistisch probleem krijgen en een inschatting maken van wat het antwoord is. Maar dat is echt heel vaak fout. En dus in een natuurlijke omgeving zitten we heel vaak goed. Daar, die rode bestjes, die smaken lekker. Oh, die zijn te eten. Mooi. Daar zit je meestal goed. Bij statistiek, als je daar je intuïtie volgt, zit je meestal fout. En dat vinden we dus eigenlijk al bij Bacon. En in de moderne psychologie vinden we daar de mooie wetenschappelijke studies allemaal naar. He, dus de Idols of the Tribe, waar Bacon het over had, we hebben precies Psychology 2, zijn de vooroordelen, de epistemologische vooroordelen die we als mens hebben, die we allemaal hebben. En we zijn geneigd om dus bepaalde manieren van redeneren te gebruiken. Of dingen waar te nemen in dit voorbeeld dat ik hier heb. Vergissen bij visuele illusie. Bacon heeft dat idee van we zien de zon ondergaan, maar de zon gaat natuurlijk niet onder. De aarde draait om de as, om de eigen as. En daardoor lijkt het dat de zon ondergaat. En ga je dus misschien ook denken dat de zon ondergaat. En dan heb je dus inderdaad, als we dat allemaal doen, heb je het met een idol of the tribe te maken. Maar laat ons dit nu in het hele debat over kennis en wetenschap. Niets is zeker. Dat zagen we ook al bij Hume, dat zagen we bij Bacon. Als Bacon dus inderdaad concludeert dat we die idols of the tribe hebben, dan zegt hij dus eigenlijk ook, ja, als we redeneren, dan doen we dat op manieren waarbij we risico's lopen dat we het fout doen. En dat doet alle mensen. Dat doen alle mensen. Dus het is niet iets wat alleen een specifieke groep doet. Dus sommige groepen hebben natuurlijk de idols of the cave volgens Bacon. Maar we maken allemaal van die denkfouten. En omdat er ook manieren zijn van redeneren waarvan je bijvoorbeeld al kan zeggen, zoals bij Hume, van inductief redeneren, kan je bijvoorbeeld al zeggen dat je nooit zeker weet dat je de juiste conclusie hebt. En als je dus ziet dat kausaal redeneren inductief redeneren is, en dat je kausaal redeneren, dat je dat eigenlijk met betrekking tot alles doet in de wereld, ja, dan is dus inderdaad niet zeker. Maar dan hoef je dus, en dat zegt Quine nu, je hoeft eigenlijk geen scepticus te worden. Want je kunt goede redenen aandragen. Dus als je de weegschaal van Montaigne, de scepticus, neemt, die zegt, nou, ik heb een overtuiging, er is iets voor te zeggen en er is iets tegen te zeggen, en die weegschaal is in balans en dus weet ik het niet. Iemand als Quine zal zeggen, ja, er is misschien iets voor te zeggen en er is iets tegen te zeggen. Maar voor, als dat de wetenschap is, dan heb je meer, de argumenten van de wetenschap wegen zwaarder dan de argumenten van de scepticus. Maar nooit zo zwaar dat je kan zeggen, ik ben nu 100% zeker. Dus dat houdt dus in dat je in de wetenschap altijd voorzichtig moet zijn. Omdat je nooit 100% zeker bent. En dat gaat je ook in de toekomst ontzettend veel problemen opleveren. Want dat houdt dus in, als klinisch psycholoog, als je dat zou worden, dat je nooit tegen een cliënt kan zeggen, ik weet 100% zeker dat dit de juiste diagnose is en ik weet 100% zeker dat dit gaat helpen. Dat moet je dus nooit doen. Je moet nooit zeggen met 100% zeker. Dat kan je dus ook niet doen. En dat is heel onbevredigend, want een cliënt die is helemaal in paniek, in de war, er is van alles mis mee, die komt naar jou en die zoekt hulp. En ja, je kan eigenlijk niet bij voorbaat zeggen dat het gaat werken. Je kan wel je best doen en zo goed mogelijk je wetenschappelijk laten informeren. Maar ook dan zit je mogelijk fout. Dus als jij de researchkant uitgaat, dan moet je ook altijd zeggen, ja, ik heb hier een onderzoek gedaan, ik heb daar mijn statistiek op losgelaten. En ja, daaruit blijkt dat dit zeer waarschijnlijk is, dat dit klopt.
Zeker weten doe ik het niet. Je zet niet 100% zekerheid in je conclusie. Als je dat doet, dan weet je zeker dat je het niet gepubliceerd krijgt, je artikel. Dus, alles in de wetenschap is onder voorbehoud. Een justified and true belief, dat is wel wat we onder kennis verstaan, maar die justification kun je eigenlijk nooit krijgen. Wat je dus eigenlijk hebt is een belief waarvan je hele goede reden hebt om aan te nemen dat het true is, dat het waar is. En dat is dus geen scepticisme. Dat is het primaat van de kennisverwerving bij de wetenschap leggen, die de beste methode is om dat te doen, die heeft de beste track record. Wetenschappelijke onderzoeksprogramma's zijn de meest progressieve onderzoeksprogramma's, om het in termen van lakkers te zeggen. En dat houdt dus in dat je altijd de slag om de arm moet houden, want je kan het verkeerd hebben. Ook een goede reden kan uiteindelijk verkeerd blijken te zijn. En dat houdt in dat je pas een opvatting opgeeft die bijvoorbeeld in een onderzoeksprogramma zit. Als psycholoog zitten in ieder geval de verschillende disciplines hebben wel een onderzoeksprogramma. Opvattingen, die overtuigingen, die theorieën, die hangen allemaal samen. Die zijn coherent. Dus als je een nieuwe hypothese hebt die coherent is met wat je allemaal al weet, al denkt te weten, waar je allemaal al empirische ondersteuning voor hebt, waar je dus goede reden hebt voor om te geloven, dan zou je zeggen, ja, nou die hypothese is zeer waarschijnlijk waar, nou, dan ga je hem toetsen. Je moet natuurlijk altijd proberen die te weerleggen, hè? Hou Popper in de gaten. Maar als je dan empirische ondersteuning vindt, dan zeg je, ja, ik heb goede reden om dit te geloven. En je geeft dat pas op indien je betere reden hebt om iets anders te geloven, hè? Om het dus niet meer te geloven. Dus alle theorieën die je hebt, niet je hypotheses, maar je echte theorieën, die hebben dus eigenlijk ook nog een hypothetisch karakter. Dat zagen we al bij Popper, maar daar heb je dus empirische ondersteuning voor. Heb je dus goede reden voor om die te geloven. Dat zijn allemaal falsifieerbare theorieën, allemaal falsifieerbare beweringen. En die kunnen dus fout zijn. En daar moet je dus voor waken, voor het maken van fouten. Dus misschien is de belangrijkste vraag die je als wetenschapper kan stellen wel deze. Heb ik het wellicht fout? Heb ik het misschien niet goed? En dat is uiteindelijk natuurlijk wat Popper zegt. En daarom is wat Popper zegt zo belangrijk. En dat zie je dus nu ook als je gaat nadenken over die biases. En in het tweede deel van de cursus gaan we dat helemaal doen. Maar als je dus confirmation bias hebt, en dat hebben we, dan ben je dus geneigd om bevestiging te zoeken voor je wetenschappelijke hypothese. En een falsificatie ervan onder het tapijt te schuiven of te negeren of te zeggen, ah, pakken we nog een stukje andere statistiek of dan laten we dit weg. Nee, dat moet je juist koesteren. Dat moet je kijken van, kijk, hier is iets aan de hand. Daar moet je wat mee. Namelijk, je moet onderzoeken of dat je hypothese misschien fout is. Dat moet je bekijken. En dan is dit dus mogelijk de belangrijkste vraag die je in de wetenschap kan stellen. En dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld zoiets als een intakegesprek. Als een huisarts een cliënt verwijst en de huisarts zegt, ik denk dat er dit en dit aan de hand is, en misschien ook naar een specialist verwijst, misschien heb je een bepaald specialisme straks, komt die cliënt via de huisarts bij jou terecht, ja, dan moet je dus eigenlijk alle tests doen die de hypothese van de huisarts, laat het zo even noemen, en die jij misschien hebt overgenomen omdat die van de huisarts komt en jij die specialist bent in dat vakgebied, die moet je proberen te ontkrachten, die hypothese. Die moet je proberen te falsifiëren, want anders dan ga je, als je het fout hebt, een therapie aanbieden aan iemand die geen baat gaat hebben bij die therapie, omdat er iets anders met die persoon aan de hand is. En diagnose is natuurlijk sowieso een heel problematisch ding, dat is klassificatie. Dus, maar je kan natuurlijk wel kijken voor welke klassificatie een bepaalde therapie werkt tot nu toe, waar je goede reden voor hebt om te denken dat dat zo is. Maar dan moet je dus wel heel goed opletten bij de intake. En dan moet je dus eigenlijk niet alleen maar toetsen doen die de hypothese van de arts, van de huisarts, zouden bevestigen. Die moet je juist de testen doen die dat zouden kunnen falsifiëren en zeggen, ah, deze symptomen kun je misschien ook klassificeren zo en zo. Oké, laten we al die tests doen die relevant zijn.
En misschien moet je ook dat proberen te falsifiëren. En dus een intake met al die tests, dat kost een hoop tijd. Dus, wat moet je doen? Nou, nogal wat verschillende dingen. Je moet die vraag durven stellen. En ook met nee durven beantwoorden. Heb ik het misschien fout? Of ja, met ja durven beantwoorden dan. Is wat ik zeg wel goed? En het antwoord is dan nee. En je moet dus de negatieve conclusie durven trekken. Je moet inderdaad durven zeggen, ik heb het fout. En dat hoort bij je karakter, hè? Kenniskunde karakter. Hè? De dingen die we jullie bij willen brengen, hier op de universiteit. Dat karakter zit het, een van die karakteronderdelen is dat je niet bang bent om het fout te hebben en dat toe te geven. Ook aan jezelf. Dat is niet fijn, en dat weten jullie als psychologen, daar krijg je precies die genaturaliseerde epistemologie. Jullie weten dat. Nou, probeer daarvan te leren. Het is moeilijk, het is moeilijk. Het is niet leuk om ongelijk te hebben. Maar ja, je moet de vraag durven stellen en je moet hem zo durven beantwoorden dat je zegt, ja, nee, ik heb inderdaad geen gelijk. En dus moeten we ook goed kijken naar het onderzoek van de mogelijke denkfouten die we maken. Want als we dus inderdaad hebben, we hebben confirmation bias, dat willen jullie vast wel geloven, maar er zijn ook nog allerlei andere biases die tot allerlei problemen leiden, tot verkeerde conclusies leiden. En als je denkt, ja, ik maak die niet, dan heb je ook al een bias te pakken. Mijn collega Michael zal het daar ongetwijfeld over gaan hebben. En hoe meer je naar dit soort mogelijke denkfouten kijkt, hoe meer je erachter komt dat we die dus inderdaad allemaal hebben. Dat er heel veel zijn. Dat er heel veel ook wel nog niet ontdekt zijn. En dat in ieder geval dan de conclusie al volgt dat we niet zo rationeel zijn als we van onszelf geneigd zijn om te denken dat we zijn. Dus dat is ook eigenlijk al een bias. Hè? Dat je denkt van nou, wij zijn rationele wezens. En wij zijn slim. En we maken die denkfouten niet. Nou, forget it. Als je dus een goede wetenschapper wil zijn, goede econoom, goede natuurkundige, goede psycholoog, dan moet je dus rekening houden met wat de psycholoog heeft ontdekt over hoe dat we denken over de wereld, hoe dat we kennis verwerven en wat de mogelijke fouten zijn die we daarbij maken. Nou, heel veel van de volgende colleges gaan daarover en dan zullen we telkens ook zien hoe dat weer teruggekoppeld kan worden naar bijvoorbeeld iemand als Karl Popper. We zijn dus niet die louter rationele wezens. We denken heel snel, onze emoties spelen een rol in dat denken. En wat mijn collega Michael Vlerik gaat doen in het tweede deel van de cursus en de colleges die nu nog volgen, is hij zal gaan kijken naar die denkfouten, gaat ook kijken waar die vandaan komen, gaat ook kijken hoe dat we ons kunnen wapenen tegen die denkfouten. En zal heel vaak de terugkoppeling maken naar bijvoorbeeld dingen die Popper of Feyerabend zeiden. Dus daar gaan de volgende colleges over. En dus dan gaan we eigenlijk aan genaturaliseerde epistemologie doen. Dat was het voor college 8. Blijf gezond. Thank you.